Oké, van harte welkom bij deze webinar over HRD, het organiseren van leren en talentontwikkeling. Ik ben Daan Assen, ik ben directeur en managing consultant bij Atrivision en wij houden ons bezig met implementatie van HRD-oplossingen, vaak met technologie. En vandaar dat ik vandaag het een en ander over zal gaan vertellen, met name even aan de hand van een korte presentatie. Zoals gezegd, Atrivision, HRD-bedrijf, wij helpen organisaties met name om hun performance te verbeteren, eigenlijk via de mensfactor. En dat doen wij door consultancy. Wij helpen organisaties om HRD en leerbeleid vorm te geven. Wij ontwikkelen leertrajecten, ontwikkeling, management development, eigenlijk voor allerlei gebieden. Ook vaak met e-learning componenten daarin. En wij implementeren software en beheren die ook voor organisaties. En dat kunnen nu systemen zijn of talentmanagement oplossingen. Dus dat even kort als introductie. Ik ben van mijn huis uit onderwijskundige en bedrijfskundige en van daaruit eigenlijk altijd actief geweest op het gebied van leren, kennismanagement, HRD binnen arbeidsorganisaties. Goed, even aansluiten bij ontwikkelingen. Tegenwoordig zie je eigenlijk binnen elke organisatie dat deze bijna kennisintensief is geworden. Leren is steeds belangrijker geworden in het bedrijf. Kritisch proces bijna om de continue stroom aan veranderingen in technologie, wetgeving, processen bij te kunnen brengen. Dus het model van de school, zoals je in dit plaatje ziet, die een tijd lang stil ligt, waar je cursorisch onderwijs volgt, ja, die voldoet niet meer. Leren is een proces dat continu doorgaat en ook moet gaan in organisaties. En dat vraagt eigenlijk om heel andere benaderingen en instrumenten die je inzet binnen organisaties om dat goed te kunnen ondersteunen. En de organisatie daarvan is best een heel complex geheel. Dus wat wij doorgaans gebruiken, een beetje ook als meetlat om eens te kijken naar hoe heb je het binnen een organisatie ingericht, gebruiken we het leerhuis. En dat is dit modelletje, eigenlijk redelijk eenvoudig. Waarbij je kijkt naar waar wil de organisatie strategisch naartoe? Wat is de strategie en hoe vertaalt die zich eigenlijk in personeelsgerichte strategie, dus HRM-beleid? En hoe past leren en ontwikkelen binnen. En dat is wat daar wordt bedoeld met leerconcept. Van hoe leren we eigenlijk met elkaar en wat hebben we daarvoor, wat vinden we eigenlijk strategisch van belang. Nou, in de tactische laag zie je hier functies, rollen en competenties een beetje als kapstok voor wat hebben wij als organisatie nodig om nu, maar ook in de toekomst, effectief te kunnen zijn. Nou, dat vertaalt zich als je het hebt over medewerkers in dat soort eenheden. En uiteindelijk ook in de tactische, wat moeten we daarvoor aanbieden? Als je het hebt over organisatieontwikkeling aan de ene kant, maar ook gewoon het bijhouden en blijven leren in de vaktechnische kennis en bekwaamheid. En ook meer naar de competenties van de medewerkers en de leidinggevende vaardigheden, die met name ook ondersteunend zijn in de organisatie. Nou, daarop zul je het een en ander moeten gaan regelen om als organisatie ja, te kunnen leren en mensen ook in staat te stellen om zich te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen. In het operationele stuk ondersteun je dat vervolgens dan ook nog met processen, een leerinfrastructuur of eigenlijk technologie die dat ondersteunt. En je wilt uiteindelijk management stuurinformatie hebben om ook je beleid bij te kunnen stellen, maar ook op andere lagen in dit model bij te kunnen sturen. Dus eigenlijk redelijk eenvoudig en toch wel allesomvattend model. We hebben hier ook een quickscan op ontwikkeld waarmee we eigenlijk organisaties redelijk snel in beeld kunnen brengen van goh, waar sta je nu eigenlijk? En met name ook, en dat is minstens zo belangrijk, waar wil je naartoe? Omdat dat ook zeg maar de routekaart eigenlijk opstelt voor ja, de verdere ontwikkeling van je organisatie, HRD en ontwikkelingsgebied. Nou, dat vertaalt zich bij ons een beetje in dit plaatje. We lichten organisaties vaak door en kijken naar goh, waar sta je nu? Heel erg ad hoc in wat je doet op het gebied van training en ontwikkeling. Heb je je opleidingsmanagement al wat meer gestructureerd? Daar begint het dan vaak bij dingen die verplicht zijn. Wetgeving die ook goed vastgelegd moeten worden, die belangrijk zijn, waar ook geld in geïnvesteerd blijft worden. Ben je al iets competentiegerichter bezig? Kijk je naar kwaliteitsverbindingen? Heb je bijvoorbeeld je functiehuis ook al competentiegericht ingericht? Is er al een mooie cyclus van resultaat- en ontwikkelingsgesprekken? En andere feedback loops binnen je organisatie. Nou, dan ben je eigenlijk op dat niveau.
Heb je al wat meer de verbinding ook strategisch gemaakt? Dan praat je vaak over een leerhuisopleiding die wat meer vanuit bedrijfsdoelen werkt, maar bijvoorbeeld ook weer input geeft aan de strategische ontwikkeling van een organisatie. Dan zit je ook al wat meer tegen innovatie aan en lange termijn perspectief op leren en ontwikkelen. En vervolgens de laatste stap in onze definitie, ja, heeft toch meer te maken met als je kijkt vanuit lerend perspectief, echt zijn van een lerende organisatie. En als je het meer vanuit HR-perspectief bekijkt, iets breder, geïntegreerd talent management. Waarbij je kijkt van oké, wat heeft onze organisatie nodig? Wat zijn de ambities van mensen? En wat voor ontwikkelpaden hebben we dan zowel individueel in teams als voor de organisatie nodig om daar te komen waar we willen zijn? En dan wordt het complex. Dat vraagt heel veel van structuren en cultuur in de organisatie. Dus dat is een streven en vaak hebben organisaties daar nog wel wat stappen in te zetten, waarbij ze vaak ook wel wat hulp kunnen gebruiken en instrumenten nodig hebben. Als je kijkt van hoe dat een beetje cyclisch werkt en als je het hebt over dat geïntegreerd talent management, dan gaat het om het bij elkaar brengen eigenlijk van wie ben je als persoon, dus dan trek ik dit even naar individueel niveau. Wat is kennis, wat zijn motivatie, wat zijn de waarden van medewerkers? Want die vertalen zich heel erg in een bepaalde drijfveer die ze natuurlijk voor zichzelf voor ogen hebben. Wat doen mensen dan uiteindelijk in de praktijk? Hoe zien we dat terug in competenties, attitudes, gedrag? En uiteindelijk aan het eind, onderaan de streep, wat voor doelen heb je bereikt? Dus wat is het resultaat van alles wat je binnen een organisatie brengt? Nou, als organisatie wil je daar natuurlijk wat processen omheen hebben. Natuurlijk aan de voorkant dat je de juiste mensen binnen hebt. En ook plant aan die kant, dus de strategische planning. Je wilt uiteindelijk aan de achterkant dat de juiste dingen worden gedaan. Dus management van doelen, stimuleren van samenwerking, maar ook beoordeling en uiteindelijk beloning. Om daar te komen waar mensen het resultaat opleveren. En daartussen wil je eigenlijk zorgen voor de juiste ontwikkeling. Competenties en gedrag via competentiemanagement, 360 graden feedback. Dus allerlei instrumenten die echt in het HRD-veld zitten. Uiteindelijk moet dat terugkoppelen naar leren door ervaring en feedback. Heel veel leren vindt, dat heeft veel onderzoek natuurlijk al laten zien, op de werkplek plaats, vaak ook informeel. Maar dat wil niet zeggen dat dat informele gewoon gebeurt. Je zult daar wel iets voor moeten doen en met name dingen moeten inrichten, zodat die ervaring ook gepakt kan worden. Dus feedback loops inbouwen en ook instrumenten en technologie om dat mogelijk. En aan de andere kant bied je ook gewoon opleiding en ontwikkeling aan, de meer formele kant, om mensen richting te geven, loopbaanontwikkeling mogelijk te maken. Maar ook eigenlijk vormen te creëren waarin mensen kunnen leren en kunnen samenwerken. Als je dat op een goede manier bij elkaar brengt, dan heb je eigenlijk geïntegreerd talent management in ons model. En dat is een mooie uitdaging voor organisaties om daar aan te komen, dat je daarmee uiteindelijk meer uit het potentieel van je medewerkers kunt halen en daarmee uit het potentieel van je organisatie. Dus je doet het niet zomaar. Hoe je dat uiteindelijk in kunt richten, nou ja, hier, ik heb even wat voorbeeldschermen. Wat wij veelal doen is brengen dat uiteindelijk samen in portals voor medewerkers, waarin zij eigenlijk alles kunnen vinden op het gebied van loopbaanontwikkeling. Dat is voor een gedeelte leermanagement, dus gewoon opleiding, training, vinden van kennis, ontwikkelingsmogelijkheden, maar aan de andere kant ook wat meer verbinding met de resultaten- en ontwikkelcyclus, dus opleidingsplannen, competentiemanagement, maar ook wat verder nog naar talentmanagement in de zin van dat medewerkers ook moeten kunnen aangeven, wat zijn mijn ambities, wat zijn posities die ik aanbied, hoe zou ik me daarin willen ontwikkelen, waarbij ook de medewerker steeds meer zelf de regie kan voeren eigenlijk over de ontwikkeling en opleiding en training die mensen zouden willen. Altijd in dialoog. Uiteraard ook niet alleen maar online, zoals in dit soort voorbeelden via een leermanagement of talentmanagement systeem, maar heel duidelijk met ook de juiste structuren, culturen daaromheen, zodat die verbinding tussen medewerkers en tussen medewerker en organisatie op het gebied van leren en ontwikkeling ook echt ontstaat. Dus dat is belangrijk en dat gaat steeds verder, want als ik kijk ook naar trends op dit gebied en we met SumTotal samen wereldwijde aanbieden ook van software op dit gebied, zien we eigenlijk drie grote trends als je het hebt over HRD, leren en ontwikkelen. Eén is mobiel,
natuurlijk steeds meer gebruik van mobiele internettechnologie en de devices die daarbij horen, die je eigenlijk in staat stellen om continu ook zicht te houden op ontwikkeling van mensen. Mensen ook telkens nieuwe dingen aan te kunnen bieden, of het nu gaat om zeg maar een snelle assessment of kennis die je op een iPad of een mobiele telefoon aanbiedt. Ja, nieuwe mogelijkheden die ontstaan daar eigenlijk continu. Social learning zie je een hele sterke ontwikkeling in. Eigenlijk het met elkaar in verbinding brengen van mensen, maar ook het creëren van interventies die het sociale leren, en leren is natuurlijk eigenlijk een sociaal proces, nog verder stimuleren. En daarin kan technologie ook heel veel betekenen met alle ontwikkelingen op social media gebied. En uiteindelijk, misschien wel eens gehoord, big data. Door technologie kunnen we ook veel meer data vasthouden over allerlei zaken die er gebeuren in de werkpraktijk. Levert de mogelijkheden op om veel meer te analyseren in de praktijk. Van wat gebeurt er, hoe ontwikkelen mensen zich, wat zijn ook ambities van mensen en hoe zou dat zich vertalen in stappen die mensen binnen organisaties zouden kunnen zetten. Maar ook heel plat op het gebied van compliance, training, kwaliteit, veiligheid. Zijn onze mensen voldoende geschoold? Waar komen we nog achter? Wat zijn ook competenties die we bijvoorbeeld nog zouden moeten ontwikkelen voor de komende jaren? Nou, daar is echt de analytics. Kan natuurlijk een hele sterke manier organisatie daarin te sturen. Dus goede ontwikkelingen naar de toekomst toe, die nieuwe kansen bieden om dat geïntegreerd talentmanagement ook echt mogelijk te maken. Dus dat is even in het kort een korte update van hoe kun je nu zorgen dat je via een leerhuismodel, via een groeipad, kunt werken aan geïntegreerd talentmanagement en hoe kan nieuwe technologieën daar ook bij helpen. Nou, dit gebied is echt ons gebied waar wij warm van worden, waar we graag met klanten over in gesprek zijn. Dus mocht u interesse hebben om daar nog eens verder over door te praten, bent u natuurlijk altijd van harte welkom bij ons. Maar voor nu bedankt voor de aandacht en graag tot bij een volgend webinar van Atrivision.